Vrijdag was ik in de buitenhaven van Stellendam en daar filmde ik mijn eerste Pontische meeuw. Het is een adult, oftewel een volwassen beest. Een mooie witte kop. Het lijkt heel sterk trouwens op een zilvermeeuw. Wanneer ik heel oppervlakkig zou kijken, zou ik hem echt voor een zilvermeeuw aanzien. Maar kijk je heel goed, dan zie je wel wat verschillen. Kijk eens naar die snavel. Die is wat langer en wat rechter. Het is echt een lange, ranke snavel. Heel anders dan die hoekige snavel van een zilvermeeuw. En de ogen. De zilvermeeuw heeft een hele lichte iris. Nou, deze Pontische meeuw heeft een veel donkerder iris. Dus zijn oogopslag is veel donkerder. Ja, verder zou het verschil moeten zijn dat het voorhoofd van de Pontische meeuw veel geleidelijker aan oploopt. Maar eerlijk gezegd zie ik dat niet. Ik zie dat ook zo vaak bij zilvermeeuwen en dan denk ik dat het de Pontische meeuw is. En dan blijkt het toch gewoon een zilvermeeuw te zijn. Dus ik blijf het best lastig vinden, die Pontische meeuwen tussen die zilvermeeuwen.